Kijk dagelijks in de statistieken om te zien of we met elkaar de goede kant uit gaan. En gelukkig is dat zo. Wat ik heel hoopvol vind in deze tijd is dat er heel veel initiatieven ontstaan om te zien naar elkaar. Ik weet zeker en ik ben ervan overtuigd dat wat er ook gebeurt, God is erbij. Laten we daar toch op blijven vertrouwen. Ons werk, mijn werk voor de allerarmsten, gaat gewoon door. Het gaat goed met mij in deze coronatijd. We zijn allemaal gezond en daar zijn we dankbaar voor. Wel zijn er heel wat uitdagingen. Ik ben gewend om thuis te werken, dat doe ik vaker. Maar iedereen om me heen maakt het werk toch lastig. En ook, we merken dat het best moeilijk is om elkaar zoveel tegen te komen op een dag. In deze tijd van coronacrisis gaat het met mij gewoon goed. Ik ben thuis met mijn vrouw en onze twee kinderen. We vinden het heel leuk om meer tijd met elkaar door te kunnen brengen. We hebben veel plezier. We zijn blij met het mooie weer en met onze tuin. We hebben een trampoline gekocht voor de twee meiden. En die kunnen daar lekker hun energie kwijt. En dat is een hele goede set gebleken. Zuid-Soedan is best een moeilijk land om in te werken. In de laatste weken ben ik extra druk door de corona-uitbraak. Ik ben nu dus nog steeds in Zuid-Soedan. En dat voelt best wel een beetje dubbel. Om te weten dat je familie en vrienden in Nederland zijn, waar ook corona heerst, terwijl ik hier ben. Natuurlijk was er altijd wel een afstand tussen Zuid-Soedan en Nederland. Maar voorheen wist ik dat ik, indien nodig, op een vliegtuig kon springen naar Nederland toe. Dat is nu niet meer mogelijk. Ook hier gelden namelijk allerlei strikte maatregelen. En onder andere het vliegveld is gesloten. Toch was het voor mij wel een bewuste keuze om hier te blijven. Zuid-Soedan is namelijk voor een groot deel afhankelijk van humanitaire hulp. En juist in deze coronatijden is de humanitaire hulp extra belangrijk. Mijn werk voor Dorcas kan gelukkig in veel opzichten doorgaan. Een aantal klussen die voor de zomer gereserveerd stonden, hebben we naar voren getrokken. Dat is werk wat gewoon achter de computer gedaan kan worden. Wat wel heel erg jammer is, is dat we geen vrijwilligers kunnen bezoeken op dit moment. Maar we hopen dat op een later moment weer in te kunnen halen. Ik ben eigenlijk wel blij en tevreden met hoe het nu gaat. Het meeste werk kan ik gewoon doen. En er blijft eigenlijk weinig tot geen werk liggen. Dus dat is wel heel positief. Ik zit hier op mijn werkkamer en ik heb hier gewoon rust en kan goed focussen. Natuurlijk is het wat anders dan dat je ook nog een paar dagen per week op kantoor zit. Maar ik was wel al gewend om vanuit huis te werken en om online met collega's contact te hebben. Ook met de collega's in de landen waar we werken. Dus wat dat betreft is het niet heel anders. Alleen de collega's met wie je op kantoor werkt, ja, die mis ik natuurlijk wel. Wat wel eens een beetje een uitdaging is om de boel thuis goed op elkaar af te stemmen. Mijn vrouw die werkt ook nog 2 dagen per week. En ja, dan moet je wel echt goede afspraken maken. Hier, op het kantoor van Dorcas in Zuid-Soedan, gaat ons werk min of meer gewoon door. Heel veel andere bedrijven en instellingen zijn gesloten. Maar de NGO-sector wordt gezien als een vitale sector. Dit omdat we het levensreddende steun bieden. Als Dorcas delen wij onder andere voedsel uit. En zorgen we ervoor dat mensen toegang hebben tot schoon drinkwater. En natuurlijk dat ze voldoende water hebben om regelmatig hun handen te kunnen wassen. Ook geven wij extra aandacht aan voorlichting over corona. Dit is hier heel hard nodig, want over het algemeen weten mensen er nog niet heel erg veel van. Natuurlijk houden we hierbij zelf ook de nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Zo houden we zoveel mogelijk afstand en hebben alleen maar activiteiten in kleine groepen. En daar waar dingen digitaal kunnen, doen we dat natuurlijk ook. Voor mij betekent dat eigenlijk dat ik een groot deel van de dag met mijn oortjes in achter mijn laptop zit. Wat ik heel hoopvol vind in deze tijd is dat er heel veel initiatieven ontstaan om te zien naar elkaar. Nou, dat gebeurt bij mij in de straat en in de wijk, maar ook op landelijk niveau zijn er prachtige initiatieven zoals nietalleen.nl, waarbij allerlei kerkelijke gemeenten en andere clubs zijn aangesloten om iets te kunnen betekenen voor mensen die daar juist nu behoefte aan hebben. Maar ook in onze projectlanden gebeurt er heel veel. Aan de ene kant kunnen sociale activiteiten en bijeenkomsten niet doorgaan, maar aan de andere kant zijn onze lokale collega's en vrijwilligers heel druk bezig om onze
deelnemers van de projecten na te lopen, om hen te bezoeken, om voedselpakketten te brengen, om in kaart te brengen wat zij nodig hebben. Dus eigenlijk zie je wereldwijd een beweging ontstaan van mensen die omzien naar elkaar. En dat vind ik heel mooi in deze tijd. We leven allemaal in onzekere tijden. En ook hier in Zuid-Soedan is het afwachten wat er verder zal gebeuren. Tegelijkertijd is er één belangrijke zekerheid. Ik weet zeker en ik ben ervan overtuigd dat wat er ook gebeurt, God is erbij. Laten we daar toch op blijven vertrouwen. Laten we ons met elkaar blijven inzetten. Blijven inzetten voor de veelgeplaagde bevolking her en der over de wereld. Want ons werk, mijn werk voor de allerarmsten, gaat gewoon door. Kijk dagelijks in de statistieken om te zien of we met elkaar de goede kant uitgaan. En gelukkig is dat zo. Ook put ik veel hoop uit het prachtige weer wat ons overkomt, dag na dag na dag. U ziet, ik woon in een heerlijk groene omgeving en de natuur doet me goed. Mijn werk voor de allerarmsten gaat door. U ook?